eindig weer op privéterrein op de een of andere manier. Dan maar gewoon eerst naar de weg toe en vanaf de weg weer ergens het bos in. Want dit kan wel eens 4 uur vannacht worden anders. De Zuid-Ginkel. Waar zijn we? Bloempannenkoeken is dit. Er staan nog auto's ook. Ja, je weet niet wat erin zit, wat die mensen aan het doen zijn. Laat het maar lekker voor wat het is. Ik denk dat ik hier op de Amsterdamse weg uitkom. Toch? Ja, juffrouw Tok. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nog een stukje over de weg dan weer. En dan zo dadelijk rechts het bos in en dan terug naar Ede. Ik zie wat jij ook ziet en het lijkt. Nou ja, het lijkt. Het is gewoon een afslag naar het bos. Alleen. Oh. Wat is het nou? Begraafplaats of niet? Wat staat er? Belgenmonument. Oké, nou ja, dat kan. Ik heb geen idee. In het donker ziet het er allemaal zo anders uit. Oh, maar dit ken ik wel, want hier ging ik vroeger met mijn radiografische vliegtuigjes en drones heel vaak staan. En toen dat lastig werd en de politie kwam controleren en moeilijk doen, vaak onder de boom daar. Ik weet niet zeker of ik hier mag rijden. Wat staat hierop? Militair oefenterrein Ederheide. Zal ik gewoon het bos nemen na dit oefenterrein. Zo zit ik straks bij de douane op schoot. Slecht idee. Ik zie bos, uitgezonden bestemming, verkeer, boerderij, kreel. Oh, uitgezonden fietsen. Nou, dat is alleen grondwater, weet ik veel wat, grondreiniging. Zal dit de trail zijn? Dan zit ik nou weer op privé. Nee, dat kan niet. Privé trein. Ah, oh, eindelijk weer in het bos. Jee, althans. Eindelijk weer op hobbel de bobbel trein. Ik was net aan het twijfelen of ik de weg ook leuk begon te vinden. Ik denk, straks word ik nog een wielrenner. Ja, daar heb ik nou echt nooit wat aan gevonden. Nee, het is toch veel lekkerder, het groen en de lekker hobbel de bobbel en een onverwachts kuil en een wortel en weet ik veel, gekkigheid. Beetje oppassen voor diertjes langs de weg. Ja, het is veel leuker dit. Vooral als ik verdwaal. Dat vind ik stiekem heel leuk. Nou, het is nog een eentje in Ede. We gaan nog even, nou geen gas geven, even lekker rustig, relaxed genieten met 15 km per uur ongeveer. Nee, het schiet niet echt op, maar dat is ook niet de bedoeling. Ik vermoed. Nee. Ik zoek echt het begin van de mountainbikebaan. Nou, nee, die begint niet in de gat daar. Te mul. Verkeerde versnelling. Ja, laten we er maar helemaal niet over de toegevoegde stroom voegen praten. Nee, dan ga ik nog even verder kijken. Ik zal nog heel even kijken of het aan deze kant is. Dan houden we de camera nog even aan. Nou, er is hier nog een bosweggetje. Ja. Geen idee. Ik denk dat ik hem compleet ga missen. Nou, dan gaan we gewoon lekker het bos in.
Oh, wacht eens. Wat hebben we hier? Nee, ook niet. Geen trailweggetje. Wel lekker fietsen. Gewoon lekker rechtdoor. Nou, het zal jullie allemaal gezegend zijn waarschijnlijk. Maar ik vind het mooi. Ah, kijk, opeens een heel stuk andere natuur weer hier. Dat heb ik op een andere plek gezien. Niet hier. Ja, ik vind het mooi hoor. Af en toe is het even twijfelen. Waar is de bocht? Hoe scherp is de bocht? Wat ligt er op de grond? Om lang uit te vallen vind ik niet zo erg. Om hier nou midden de nacht mijn benen te breken, dat wordt weer een klein beetje overdreven. Ik fiets nog even, toch zo. Als de weggetjes smaller worden, vind ik het nog leuker. Kijk, dit is fantastisch. Dit zou gewoon kilometers door moeten gaan. Zo. Nog veel smaller eigenlijk. Nou, helaas is dat maar een klein stukje. Ja, hier wordt het alweer open gebied. Wel mooi om te zien. Er blijft helaas via de GoPro niks van over. Ook niet als ik de belichting en de kleuren wat bijstel. Ik kan het weer iets groen en bruin maken, hè, zoals het werkelijk is. Ik kan het iets meer verlichten, zoals het werkelijk is. Maar ja, meer is er niet aan te doen. Nou ja, waarschijnlijk ben ik toch de enige die het helemaal terugkijkt. Zoals veel vaker. Het voordeel is dat ik mensen in de bos zie. Nou, het is ook geen 3 uur 's nachts of 4 uur. Maar toch, 2 mensen op een fiets. In het bos. Dat zag er niet raar uit. Allebei helmlamp op. Ja, ik bedoel, dat is niet gek als je hier aan het fietsen bent. Niks verdacht. Niks vreemd voor zijn werk. Dat hij heel even kort snel kon zien. Het lijkt hetzelfde bos. Ja, is het ook, maar het lijkt dezelfde weg als waar ik 1 uur geleden was. Dat is het niet. Ja, ik vertel regelmatig, maar zo extreem ook nog niet. Het heeft er wel veel van weg. Alhoewel het nu weer gelijk compleet verandert. Is het in een bocht? Ja. We komen toch niet opeens op een baan uit nu? Is hier nog een weg? Jazeker. Ik zie alleen dat ik hier helemaal de verkeerde kant op aan gegaan ben. Ik ga me eens even met de navigatie bezighouden in plaats van met te praten tegen mezelf. Volgens mij ga ik nu weer terug waar ik ook heen ben gegaan. Ik weet niet meer zeker of dit vandaag was. Weer een belachelijke omweg. Ik kan ook wel over een weggetje wat in de zomer ontzettend mooi is. Echt heel erg mooi. Ja, het is nu gewoon saai. Zo eens kijken. Oh. Ja, ik zie een heleboel wortels natuurlijk niet. Dus ik hang wat verder naar achteren en ook iets lager.
Ik zie me toch eigenlijk liever niet voorover klappen. Hey, die boom heb ik gezien. Een uur geleden. Ik ga even weer. Google zegt hier, sla rechtsaf. En dan linksaf. Maar, beste Google. Hek. En geen weg. Ik rijd nu gewoon letterlijk door het bos. Is dit een pad? Dit is wel een soort van pad misschien? Nee, ook niet. Nou, Google. Misschien iets verder dan. Hier rechts. Oh. Je zegt niks. Google! Geen flauw idee of ik de goede kant op rij. Oh my. Nou, Google snapt er ook niks van. Die wil me gewoon zo snel mogelijk het bos uit hebben. Dan denkt hij, hey, vanaf daar dan weet ik het wel weer. Ja, nou rijd ik weer op terug. En nu zullen er wel gewoon de borden naar Ede staan. Ja, inderdaad, Ede naar links. Nou ja, via een paar bochtjes laten we nou niet gek doen. En dan gaat weer de goede kant op. Alleen, ja, niet door het bos. En dat ga ik ook niet meer doen. Het wordt veel te belachelijk laat. En ik heb nog een plan om te gaan werken. Dus ik wil ook niet helemaal vermoeid, bezweet en stinkend thuiskomen. Wat moet je nou? Staat links af? Dit is toch goed zo? Zit ik er niet op te letten? Dan koop gewoon even uit weer. Sla rechts. Hé, onderweg hoor. Restaurant Amadeus. Volgens mij via op de heenweg ook langs gefietst. Maar ja, aangezien er niks in mijn bolletje zit. Kennelijk vergeten of verwisseld met een andere keer. Ik heb geen flauw idee. Ik ga gewoon lekker voorlopig deze weg volgen. Dit gaat zo berghard en best wel hard. Alleen, dat ga ik even niet doen. Het is leuk overdag in de zomer. Maar binnen in de nacht hier met 50 naar beneden fietsen gaat me iets te ver. Dus ik laat me gewoon naar beneden glijden. En hou gewoon die, wat is het nu? Zo'n 22, 23 kilometer aan. Hard zat in het donker met al dat overstekend spul binnen in de nacht. Nog steeds op de weg. En deze keer ook nog tegen het verkeer in. Maar met een beetje hulp van Google. En heel weinig luisteren naar mezelf. Is het dan toch goed gekomen? Volgens de kaart. Dus niet Google, volgens de kaart. Ben ik er bijna. Komt me dit dan ook bekend voor? Ja, nou. Heel klein beetje, denk ik. Oh ja, wacht even. Volgens mij woon ik hier zelfs. Ah, dat klinkt ook weer fijn. Ja, hier. Mag je om? Nou. Ja, fiets naar het zuidwesten, daar hebben we wat aan. Fiets vooral naar het zuidwesten. En houd je mond, Google, ik wil niks meer van je horen. Nou, ik ben er thuis. Mocht er in de laatste minuut nog wat misgaan, zet ik vast de GoPro weer aan. Als je daar dan nog de kracht voor hebt. Bye bye.